Lekker autorijden op de dinsdag met Ben van Tilburg van Palsen van Tilburg uit Marknesse. Ja, we zeiden het net al een beetje. Mensen met griep, die rijden eigenlijk nog beroerder dan mensen die te veel alcohol op hebben achter het stuur. Ja, dat... Heb jij dat zelf getest, persoonlijk? Nee. Eigen ervaring? Nee, nee, maar goed, als je grieperig bent, dan zit je niet zo lekker in je vel. Nee. Maar de TÜV heeft nu gezegd van jongens, mensen met griep, die horen gewoon in bed te liggen. Maar de meeste mensen voelen zich toch onmisbaar en stappen dan toch achter het stuur. Ja. Maar nu blijkt dat je mensen die dan medicijnen gebruiken, bijvoorbeeld codeïne, die geneesmiddelen, die codeïne bevatten, die zorgen voor een verminderd gezichtsvermogen. En als je dan bijvoorbeeld moet niezen of wat dan ook, je houdt toch eventjes op het moment van zo'n nies, even je ogen een paar minuten, even een aantal seconden. Een paar minuten. Nee, een aantal seconden. Ja. Hou je even dicht, waardoor je op de snelweg toch al tientallen meters verder bent. Ja. Ja, waardoor je soms een kopstaartbotsing of wat dan ook kan veroorzaken of ergens achterop kan rijden. Ja. He, dus ze hebben gezegd, joh, als je nou echt griep hebt, blijf gewoon thuis en blijf in je bed liggen. Ga niet deelnemen aan het verkeer, want het is in principe gewoon gevaarlijk. Ja, maar goed, het zijn van die, weet je, wat is echt griep? Hè? Dat is echt als je natuurlijk dagenlang onder de wol, maar je hebt vaak ook zo'n verzamelnaam van alles. Een verkoudheidje, ja, dan ga je natuurlijk niet thuis blijven en je auto niet instappen. Nee, maar het gaat vaak om de combinatie met medicijnen. Hè? Hmm. Sommige medicijnen bevatten ook alcohol. Nou ja, er zijn de gevolgen natuurlijk helemaal niet te overzien. Nee. Maar je reactiesnelheid is minder, je voelt je niet lekker en het heeft dus wel degelijk effect op je rijgedrag. Okay. Mocht je ernstig ziek zijn of griep hebben, blijf lekker thuis. Of laat je rijden. Of laat je rijden. Ja. Dan, autonome auto's. We hadden het er gisteren ook al eventjes over met Edwin Korver. Hè? Ja. Over zelfrijdende auto's hebben we dus over. Ja, daar wil je het ook over hebben. Ja, nou weet je, het komt steeds meer op ons af natuurlijk. En nu heeft de Massachusetts Institute of Technology, de MIT, je kan het wel even googlen. Daar hebben ze een onderzoek gestart van die autonome auto. Stel, de remmen vallen uit en die auto rijdt zelf en die moet dus een beweging maken. Gaat die dan een zwangere vrouw aanrijden die daar loopt of een bejaarde? En dat is natuurlijk een ethisch vraagstuk. We hebben het wel eens over gehad, toch? Ja. En, ja. Wie gaat dit nu programmeren? Hè? Wie gaat zeggen van, druk op de knop. Dus in bepaalde landen hebben ze dat allemaal uitgezocht. En dan blijkt dat er toch wel aardig verschillen zijn. Mm. Bijvoorbeeld in België heeft men een, die voetgangers die moeten gespaard blijven. En in Nederland zegt de gemiddelde van nee. Mensen die zich niet aan de regels houden, daar moet die auto dan maar als eerste voor gaan. Hè? Dus als er een fietser rijdt zonder licht. Nee, maar dat zijn dingen, je kan dit test zelf doen. En hij is heel erg leuk. Hè? Op MIT kun je even googlen en dan kun je er zelf aan deelnemen. Mm-hmm. Hè? Dus, maar dat zijn wel dingen die waar je eens over na moet denken met z'n allen. Hè? Want normaal wijk je zelf uit en dan moet die autonome auto het gaan doen. Ja, maar die mag geen keuzes maken, vind ik. Nee, maar goed, ze willen wel naar één uniforme voor alle auto's gelden. Hè? Van, ja, welke kant stuurt hij op? Wat gaat hij doen? Ja, nou, nee. Nee, ik vind het eigenlijk, hij moet niet een opdracht krijgen. Welke kant gaat hij op? Nou, maak die hij test, moet gewoon vol in de ankers. Ja, maak die test en vul hem in. En kijk welke uitkomst bij jou past. Oh, oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, ja, dus, hoe heet die test? Je kan googlen via MIT en dan kom je er vanzelf. Okay. Dan komt er weer een Chinees merk naar Europa. Dat is het tweede merk. Wat was de eerste ook alweer? Want ik Link zie het nog niet Co. Heel veel. Hoe? Link & Co. Nee, die is er ook nog niet. Is het komt eraan. Is het Link om erin te rijden ook? Of, nee, het is niet heel Link. Oh, oké. Okay. Ook niet om te kopen. Was het maar nooit wel, hè? De Chinese auto's waren niet de beste auto's. Die kwamen hier op de Europese markt niet op de weg. Nee, dus die kwamen inderdaad niet door die botsproeven heen. En daarom werden ze ook bestempeld als levensgevaarlijk. Maar die tijd is geweest. We noemden de eerste net al even Link & Co. Die dus aangekondigd heeft naar Europa te komen. Die zijn voor de helft mede-eigenaar van, of de Volvo is voor de helft mede-eigenaar van dat merk. Ja. Sterker nog, als ze straks gebouwd gaan worden in Gent, dan komen ze ook bij Volvo van de band afrollen. Dus ook onderstel en dergelijke is dan allemaal gewoon Volvo. En ook mooi? Het zijn mooie auto's. Ja, ja? Ja, Link & Co. is een mooi product. Ik heb hem zelf gezien in Parijs op de salon. Ja. Ze gaan zich wel helemaal richten op elektrisch natuurlijk. Mm-hmm. Maar er komt nu een tweede merk, Thunder Power gaat dat heten. Thunder Power? Ja, die bestaan al vanaf 2011. Beetje Suzuki Swift. Zo ziet het eruit. Ja, hè? Gaan zich ook helemaal richten op elektrisch. En auto's zijn ook permanent verbonden met het internet. Dus dat wordt ook gewoon de toekomst. En ze gaan in Charleroi in België gaan ze beginnen met een fabriek. Waar in eerste instantie 30.000 auto's van de band af zullen rollen. En dat willen ze later upgraden naar 80.000. Ja.
Maar goed, ik las van de week dat de Chinese auto-industrie een paar tikken heeft gekregen in aantallen. Mm-hmm. En als je dan ziet wat daar verkocht wordt, hebben jullie enig idee wat ze daar per maand verkopen? Per maand? Merk alleen? Of? Nee, aan auto's. Ja. Alle auto's in China? Ja. Geen idee. Nou, het was 10% gezakt. September was 2 miljoen stuks. Zo. Dus als je dan kijkt, dat verklaart waarschijnlijk ook het probleem daar. Dat ze natuurlijk veel te veel auto's zijn. Veel te veel auto's. En ze zijn dus nu 2 miljoen hadden ze er verkocht in september. En ze overwegen nu om de aanschafbelasting daar te halveren. Ja. Om toch de boer weer een beetje te gaan stimuleren daar. Doen ze in Nederland 5 jaar over? Ja, precies. Ja. Dus, maar wat gaat dit kosten? Want op de Nederlandse markt is dat bekend. Prijzen zijn nog niet bekend. Hij komt eind 2020, hebben ze de fabriek gereed in het Belgische Charleroi. En dan gaat het los. Kijk, als dit nou een elektrisch autootje is waar je inderdaad aardig wat mee kan rijden. 450 kilometer of zo? Zo mee, dat vind ik best 385 is genoemd. Dus je zit er dichtbij. Ja. Tegen eind 2020 zal het waarschijnlijk 450 zijn. En als die dan €25.000 zou gaan kosten? Inclusief prijzen alles. Niet bekend. Maar, dan zijn ze spekkoper. Zo. Ja, maar om even wat te noemen. We hadden het net over Link & Co. Die moet gaan concurreren met de VW Tiguan. Ja. Maar ze hebben nu al over dat die 30% goedkoper gaat worden. En dan, als je dan een Volvo basis hebt, dan heb je gewoon een mooie auto. Weet jij je rijexamen nog, Arnaud? Hoe lang geleden? Heel goed. Ja. Je had afgereden in Apeldoorn, toch? Ja, Apeldoorn. En even kijken, dat is 34 jaar geleden. En theorie ook in één keer gedaan? Ook in één keer, ja. Alles in één keer. Theorie heb ik 2 keer gedaan, maar in praktijk wel in één keer. De vrachtwagen vond ik wel, dat is behoorlijk pittig. En terecht ook, want je hebt natuurlijk een enorme lading bij je. En ook een enorme verantwoording. Ja. Het is allemaal wel echt heel erg anders ook. Gebruik je dat met een vrachtauto? Laatste paar jaren niet zo, maar ik heb het wel intens gebruikt, ja. Ja, zeker met verhuizen is het natuurlijk heel handig. Super handig, want als je dan een beetje grote busje moet hebben, heb je meestal vrachtwagenrijbewijs nodig. Precies. En zo af en toe, dan wordt er nog wel eens een keer ergens iemand gevraagd. Maar tegenwoordig heb je ook allerlei certificaten nodig. Je mag niet alleen maar met een vrachtwagenrijbewijs zomaar op een transportauto gaan rijden. Want daar heb je allerlei certificaten voor nodig. Heb jij het nog, je rijexamen, Ben? Lang geleden. Ja? Maar een keer geslaagd? In één keer geslaagd. Ongelooflijk, als je soms aanzien kan rijden. Ja, ik wou net zeggen, zou je niet een keer een opfriscursus kunnen doen? Ja, nou ja, goed, op zich zal het wel een keer goed zijn. Dat is best handig, toch? Ik heb voor de aardigheid wel eens een keer het theorie-examen weer eens een keer opnieuw gemaakt. Maar dan moet je toch weer even zweten, hoor. Ja. Er zijn toch weer een hoop dingen veranderd. Nou, ik zie soms nu ook wel eens mensen rijden dat ik denk van, dat praktijkexamen heb jij nooit gedaan. Precies. Nou ja, maar goed, weet je, meer dan de helft van de kandidaten zakt op dit moment. Hè? En dat komt ook een beetje door... Ja, over theorie of heb je het nou over praktijk? Of bij heel veel praktijk. Okay, praktijkexamen wordt voor de helft meestal niet gehaald de eerste keer. Mm-hmm. Komt ook een klein beetje door. Mijn eigen zoon ook, die heeft dan een pakket gekocht van 20 lessen. Nou, en, ja. 20 lessen inclusief examen. En daarna gaan ze maar een examen doen. Maar sommige mensen, die beheersen gewoon... Het echte rijden begint pas op het moment dat je echt de weg op gaat, zeg maar. Ja, eigenlijk na je examen, hè? Ja, en je kan natuurlijk nu vanaf 17-jarig ook al je rijbewijs halen. En op zich is dat wel een mooie proef. Hè? Dan moet je dus in het eerste jaar moet er dan mag je 5 mensen opgeven. Een vader, een moeder, een opa, oma, een broer, zus. Die dan vanaf 21 en ook een aantal jaren zijn rijbewijs moet hebben. Two to drive heet dat op of zo? Zeg je? Two to drive heet dat op. Ja, klopt. Ja. Dat project werkt overigens goed. Maar werkt het goed? Want ik bedoel, wetenschappelijk is ook bewezen dat de jongeren op die leeftijd, weet je, hun hersenen zijn nog in ontwikkeling. En ze kunnen nog niet heel erg goed actie en reactie kunnen ze ten opzichte van elkaar onderscheiden. He, dat ze ook, ik bedoel, ik heb het zelf ook gedaan als 16-jarige, stap je op een brommer. Als die maar hard gaat, zonder helm, maakt niet uit. Ja, als je met je hoofd tegen een paaltje aanknalt, ja, nou ja, dan kan je dood zijn. Nou, wat dan nog? Ja. Weet je, dat bewustwordingsgevoel, dat hebben ze volgens mij nog niet. En een auto kan dan een behoorlijk wapen zijn, zeg ik altijd. Ja, klopt. Maar omdat je dan als, in dit geval, ik als vader naast mijn eigen zoon kon zitten, kon ik ook zelf ingrijpen van, joh, hey, kijk uit en niet te hard hier. Ja, maar jij hebt geen dubbele pedalen en zo, weet je. Nee. Je kan geen ingreep doen. Maar het is wel mijn auto waar die in rijdt. Dus ja, je kan wel zeggen, pas op, want het gaat. Je moet altijd vooruit kijken ook en zo. Weet je, dat soort dingen. Nee, maar ik vond het zelf wel prettig juist dat je dan ook kan zien van... Hey, het is niet zo'n woesteling in het verkeer. Hè. Wij waren 18, hadden ons rijbewijs en dan de auto mee. Ja. En dan mocht je los, hè. Maar nu dat er een volwassene naast je zit die dan dus toch wel de touwtjes in handen heeft. En die is ook verantwoordelijk dan, toch? Die is ook verantwoordelijk. En mag inderdaad ook niet drinken of niet liggen tukken. Ja, precies, dat mag allemaal niet. Op de bijrijdersstoel. Je mag helemaal niks doen erbij. Maar goed, wat er sinds gisteren dus... Ik wou zeggen, wat is er aangescherpt. Nou, gisteren is het veranderd. 29 oktober is dat gebeurd. Ja? En ik wist dat geen eens, maar dat je dus een examinator halverwege het rijexamen of gelijk aan het begin al kan zeggen, stop maar, dit wordt niks. En ik wist het nooit, maar heb je enig idee hoe vaak daar in een maand tijd zulke ingrepen plaatsvinden? Dat ze zeggen van, joh... Ga maar terug. Ga maar landelijk? Landelijk. Per maand? Per maand? Ja, op basis van hoeveel?
Ja. Dat is 180 keer is het per maand op dit moment dat de examinator zegt, joh, dit wordt helemaal niks. Je bent een gevaar op de weg. Of niet alleen voor jezelf, maar ook voor mij in dit geval. Maar dat ligt dan toch ook aan de instructeur, want die mag dan toch nooit iemand op examen sturen? Jawel, als je zo'n pakket hebt. Als je zo'n pakket hebt, dan moet je... Ja, maar die reiziger moet dan wel zeggen, oké, je hebt die 20 lessen, dit is nou het pakket. Ik zou je wel adviseren, neem nog even 5 lesjes. Ja, maar hier willen ze dus de beunhazerij mee uitschakelen met dit soort maatregelen. Want de leerling die dus zakt, moet vervolgens 6 weken wachten voor hij weer opnieuw examen mag doen. En het is niet de bedoeling dat hij in die 6 weken thuis gaat zitten. Nee, jij moet weer 6 weken zien dat je op niveau komt en dan dus het examen wel gaat halen. Ja, maar ja, dat is natuurlijk flink geld, flink kassa voor de rijschoolhouders. Ja, dat is goed voor de branche, maar ook voor het zuiveren van de branche, denk ik. Dat weet je wel, gewoon dat je gewoon goede kandidaten aflevert voor het examen, dat twijfelt dus aan. Is er een keurmerk voor rijschoolhouders? Ja, tuurlijk. Dat wordt wel naar gekeken. En je kan op de site van zo'n... kan je opzoeken wat het slagingspercentage is van de betreffende rijscholen. Oké. Dus, nog even één dingetje, want zitten we bijna door de tijd. Maar Frankrijk neemt afscheid van die tolpoortjes. Is dat als ik naar Parijs rij? Ja, dat gaat nu officieel gebeuren. Ja, we hebben het vorig jaar al een keer behandeld. Maar het is nu definitief. Ze gaan er nou mee stoppen. Ja. Hetzelfde systeem als in Portugal, Noorwegen. Dat je dus een soort tolkastje krijgt. Ja. Dat je dus al rijdend krijg je gewoon automatisch. Wordt het dan hetzij geïncasseerd of je krijgt automatisch rekening. En hoe krijg je zo'n kastje dan? Met de regels kopen? Al die regels worden nog bekendgemaakt. Maar je kenteken lezen kan dat niet? Ja, via een kentekenlezer inderdaad. En ze gaan dan, want het is puur op milieu. Die mensen die hier allemaal staan te wachten, het houdt op. Het is milieu. Dus we moeten gewoon blijven betalen. Nee, dat gaat sneller. Dat het gratis is. Nee, het is niet. Je hoeft niet meer te wachten voor die poortjes. En daar en dat willen ze vanaf. Hm. En dat is ook even aan. Ik noem milieu net even. Ze gaan nu ook 1 vignet maken met 1 sticker voor heel Europa. Heel goed. Dan gaan ze ook, de Europese Unie buigt zich er nu over. Zo af en toe kan je niet meer naar buiten kijken door je voorruit, door al die stickers. Voor Oostenrijk, voor de wintersport heb je er een nodig. Je hebt een milieusticker nodig, zo'n parkeersticker, zo'n tolpoortsticker. Nou, zometeen krijg je dus 1 sticker met 1 kleur, geldig in de hele EU. Daar gaan we naartoe. En nu plakken we een sticker op je mond. Tot volgende week.